Ik hoop dat er veel kinderen zijn die voetbal ook interessant vinden en de Graafschap leuk vinden. Op de kinderafdeling van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is dinsdagmiddag een kamer volledig in het thema van de Graafschap geopend door patiënt Lars met hulp van doelman Hidde Jurjus. De kamer moet ervoor zorgen dat jonge patiënten even vergeten dat ze in het ziekenhuis liggen. Zorgt voor een snellere herstel van hun ziek zijn en behandeling als ze in een fijne omgeving zitten plaatsnemen. Ja, want je denkt er dan niet meer zoveel aan dat je ziek bent. En je gaat meer op de kamer letten in plaats van dat je met je gedachten bent wat er met de ziekte gebeurt, laat maar zeggen. Jurjus heeft pas net vakantie na het voetbalseizoen, maar hij kwam graag naar het Slingeland toe voor de opening. Ik zei net voor de gein tegen jullie van dit zijn echt de belangrijke afspraken. En zo zie ik het wel een beetje. Kijk, als simpele voetballer bij de Graafschap kun je denk ik op deze manier hele leuke dingen doen voor kinderen. En als ik zie hoe Lars net bijvoorbeeld reageert als hij in mijn handschoenen krijgt, dat ze denken, ja, dat zijn de mooiste dingen vind ik en de leukste dingen. En als je daar tijd voor hebt, dan kom ik sowieso. En als ik geen tijd heb, dan maak ik tijd voor dit soort dingen. Dus nee, echt heel leuk. Lars moet voor behandelingen 1 keer per 3 weken naar het ziekenhuis. Hij is blij dat hij nu op de Graafschapkamer kan liggen. Ik vind het een hele mooie kamer en ik heb er zelf ook al een paar keer gelegen. En de hele tijd zie je nieuwe dingen, zoals de tribunes en de spelers. En het vond het wel heel leuk. De kamer is ingericht met kunstgras, kleding van de Doetinchemse voetbalclub. En het behang is geïnspireerd op een volle vijverberg. De eerste kinderen hebben al op de kamer gelegen en het ziekenhuis ontvangt veel positieve geluiden. Maar de kinderen voelen zich heel erg thuis, vinden het fantastisch. Lijkt net of ze op echt gras lopen. Gewoon mooi om hier te liggen. En als ze dan 's avonds zo een bedlampje aan hebben en het grote licht uit, dan lijkt net of ze aanwezig zijn bij een wedstrijd van hun clubpie. Volgens Schebbink zijn er naast de Kamer nog meer ideeën om de samenwerking met de Graafschap verder uit te breiden. We hebben zelfs vandaag al met elkaar gekeken van, goh, zou het niet leuk zijn om een soort van pyjamatjes, of er bestaat ook ergens in een ander land, dat op operatiekamers operatiejassen in de kleur van de thuisclub zijn. We gaan met elkaar kijken wat helpend gaat zijn voor de kinderen, maar ook voor de mensen in de regio.